De man achter de Segway heeft zich helaas doodgesegwayed. Je wilt waarschijnlijk weten hoe dat ging en of het pijn deed. Op zijn landgoed in West Yorkshire met een lekker glaasje wijn ging hij een eindje segwayen in de buurt van een ravijn. Hij keek op zijn horloge, daardoor ging het mis. Hij vroeg nog in zijn laatste adem: Seg, weet jij hoe laat het is? Levensloos in een rivier bewees hij door zijn dood. De Segway is een leuke scooter, maar geen vliegtuig en geen boot. Hey, hier, may he rest in peace. So I said nee, may he rest in peace. Een kleermaker uit Oostenrijk is nu Cassie Weiler. Want hij moest zo nodig van de Eiffeltoren zeilen. Met zijn homemade parachutepak sprong hij 's ochtends vroeg. En hij kon daar ook prima mee vliegen, alleen niet lang genoeg. Hij vloog meer als een baksteen en 5 seconden later lag hij daar een Franse grond, morsdood in een krater. Zijn vleermuis pak zo goed als nieuw stond op Marktplaats na de val. En werd de outfit van Treintje Oosterhuis op het Eurovisie Songfestival. Uitvinder van de handgranaat, Hendrik Ido Eusen. En de uitkomst laat zich raden. Hendrik Ido Eusen had een stoere handgranata. Maar dan Hendrik, han wist ikke de handgranata, den var djevelske krabata. Dan Hendrik, han stod der en de boss, det var en stor eksplosjon. Og han Hendrik, han vet at du rønter du med fyrverker i stund, når du får blod over hele grøs. Konklusjon, kopp er af! William bedachte rotatie, pers een pers die altijd stuk ging. Hij gaf het ding een schop, zijn been kwam klem in de behuizing. Hij schreeuwde en hij krijste en hij bloedde langzaam dood. Zo verscheen de allereerste krant met letters in het rood. En de vuurtoren die bestand moest zijn tegen stormachtige nachten stortte in toen de ontwerper nog binnen zat te wachten. En de bedenker van de spoorwegovergang is overreden door een trein. Hij had waarschijnlijk nooit verwacht dat die trein op tijd zou zijn.